Dus ik ga mijn water zo eens serveren zoals hij toen geserveerd werd. In een groot brood, in een zuurdesembrood. En dat ben ik gaan bakken bij Bakkerij Schult in Oldebroek. Jan? Hallo. Hey. Goedendag. Ik ben op zoek naar het beste brood van Nederland. Dat gaan we hier maken. Oké, okay, cool. Dus gaan we afwegen. Ik wil een keer gieten voor u. Okay. Nee. Ja, hoeveel van deze heb je nodig? 2 kilo. En wat moet er nu bij? Witte bloem, hoge eiwitkwaliteit. En dan het allerbelangrijkste, de decem. Nu, jullie zitten hier al sinds 5 generaties. Ja, 1886. Gaat de moeder decem ook al 5 generaties mee? 11 jaar oud is die nu. 11 jaar? 11 jaar oud. Oké, okay, ja. Dan is hij ongeveer zo groot? Is hij ongeveer zo groot. Hij zit hierin. Ja, dat ruikt ook gewoon lekker. Het is een de combinatie, een half pintje met een half tazijn erbij, toch? Ja. Dat is zo ongeveer de geur. Frissuur. Een frissuur, ja. Ja. Nu, wat is nu het geheim van een goeie decem? Je maakt de chef, daar ben je 6 dagen mee in voorbereiding. Dat doe je 1 keer, dat hebben we dus 11 jaar geleden gedaan. En elke dag wordt hij weer gevoed met water en bloem. That's it. Decem van den tap, dat is toch een droom van iedere bakker, hè? Zo hoort het. Dit is echt. Geen rommel, een natuurproduct. En dat is wat we zoeken. We starten met 60% water. 60%? Ja, bijna. 6 liter water op 10 kilo bloem. Ja. Ook best veel, toch? Ja. Het brood moet de tijd krijgen om te rijzen, te rijpen. Hoe langer de tijd, hoe meer smaak. Tijd en smaak. Blijf toch ook aanvoelen? Ja, klopt, absoluut. Het is een natuurproduct. Het is sowieso is het altijd anders, door de seizoenen heen. Dus dat wijzigt. Dus je moet continu fingerspitzengevoel erin stoppen om een goed brood te bakken. Als het water bijna opgenomen is, dan is het klaar. En dan gaat hij rijzen en dan kan hij zichzelf rustig ontwikkelen. En nu krijg je wel een mooie binding, hè? Ja, zullen we eens even kijken? Ja. En zo'n beetje nat en sticky. Ja, nat mag. Dan kunnen we er een vliesje van trekken, zowat. Als je bijna de kranten doorheen kunt lezen, ja, dan is die perfect. Die laten we rijzen. Leg hem op de bank neer. In de warmte. 2 uur. Dus ik ben hier nog even. Je bent hier nog even. Ik ben hier graag. Daarom. Ruik je het? Ik ruik het, ja. Dat is nog halverwege. Ik heb alleen zijn voorreis nog maar gehad. Hoe groot wil je hem hebben? Huge. Huge. Een brood dat ik kan omarmen. Oké, okay, gaan we hem 2 kilo maken. Stort hem maar voorzichtig op de bloem. Gewoon zo kantelen, hè? Ja. Dat is een kantelmoment in het deegproces. Voilà. Je wilt hem 2 kilo hebben. Oh. Voorzichtig met de lucht. 2 kilo. Moet het nu dichtgeplooid worden? Nee. Nee, nog niet. Leg maar gewoon alleen daar neer. Zuinig zijn op de lucht die erin zit. Zuinig. Maar nu zijn we nog niet thuis, hè? Nee, nee. Nu laten we nog een aantal uren staan. Wat is een aantal uur? 1, 2, 3, 7, 4? Ja, 3, 4 uur. Dus nu krijgen we natuurlijk zo die typische cirkeltjes in dat brood. Ja. Magic. Formidabel. En dan toch een insnijdingsje langs de bovenkant. Een mooi schuin insnijden. Oeh. Helemaal goed. Dan gaan we bakken. En het is vertrokken. Hij loopt. Hoe lang? 55 minuten. Tot straks, hè, jongens. Ja, dat is perfect, hè? Ruikt zalig. Ja. Ik denk dat dat ideaal is. Toch? Perfect broodje. Eentje om mee te nemen, alstublieft.
betalen. Helemaal goed. Succes ermee. Bedankt, Zet. Doei, doei. Ja.